Bij het oorlogsmonument op de hoek van de Rijksstraatweg en de Verbindingsweg in Beek vond maandag 17 september de herdenking van Market Garden plaats. Burgemeester Mark Slinkman hield een toespraak over de luchtlandingen die de opmaat vormden voor de bevrijding van Nederland. In de herdenking was speciale aandacht voor het verzet. Er werd aandacht gevraagd voor de moed van burgers die op verschillende wijze vochten tegen de Duitse overheersing om vrij te zijn. Eerder op de maandag waren er ook al herdenkingen. Zo was er een monumententocht in Groesbeek en kwamen basisschoolklassen 's middags bij het monument in Beek bij elkaar. Donderdag zijn er herdenkingen in Nijmegen en Arnhem en die gaan specifiek over de Waalcrossing.